Singelpark is heel druk bezig geweest de afgelopen jaren. We zijn bezig geweest met bewonersavonden, een expo op de tuin van volkenkunde, achter de schermen rapporten schrijven om jullie politiek te overtuigen dat het Singelpark het mooiste, langste, spannendste park van Nederland moet worden. We zijn heel druk. Maar wanneer komt nou die schop in de grond? Dat was een terechte vraag vanuit de raad. Nou, vandaag. Vandaag worden de eerste spaaien in de grond gezet. Samen met de bewoners. En wij kunnen dit doen omdat we zo'n fantastisch mailtje kregen van de gemeente. Van joh, leuk idee, zo'n boomplantdag. Maar misschien moeten we samenwerken, want wij gaan hele grote en bijzondere bomen planten. En dan kunnen jullie de gaten dicht scheppen. En Paul, jij gaat iets vertellen over de twee bomen. Ik ben Paul Verhoeven, ik ben opzichter van Overleving Groen. We hebben gekozen om dit park te zetten. Een Sequoia dendron neer te zetten, dat wil zeggen, dat is de mammoetboom. Nou, ze zijn in Amerika, is de oudste die ze hebben gevonden, was 3.500 jaar oud. Kunnen 90 meter hoog worden. En de zaden kunnen door heel Leiden verspreid worden. Dus hartstikke top. Dus ze zullen in de toekomst nog eens vervloeken van wat heb ik hier al uitgepakt. Spaar maar rug. Hij nog zo? Niet tegen Gijs aan. Altijd alles voor je.